kijkers, goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Minister van Industrie, Investment en Commerce uit Jamaica brengt beleefdheidsbezoek aan president Santokki. Bibus herdenkt 45 jaar bilaterale en diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Cuba. En Flora Edutainment Festival 2024 van start met filmavond. Minister Albin Hill van Industry, Investment and Commerce uit Jamaica bracht op donderdag 16 mei 2024 een beleefdheidsbezoek aan president Chandrika Prasad Santokki. Het bezoek van de Jamaicaanse minister aan de president stond in het teken van de zakelijke relatie tussen beide landen. De ontmoeting diende als een platform om bilaterale betrekkingen te versterken en mogelijkheden voor wederzijdse samenwerking en economische groei te verkennen. I have been taking business people. I don't lead trade missions. We have another foreign minister who handles trade and treaties. I lead business missions with businessmen and women who pay their airfare, their hotel, their taxi, whatever. And they come with me. I take a small group of government people. So I have 38 people here. About four or five of them are government. The rest are businessmen and women. Why am I here? Because we see Suriname with 163,000 square feet more, square kilometers rather, of country. Lots of river, lots of water, lots of wood, gold, now oil coming on stream, and a really relatively small population as a tremendous growth prospect for Jamaican businesses. And we believe in Jamaica that we can sell to only 3 million Jamaicans with a per capita GDP of around 7,000 and become a rich country. So we have to look for new markets. Suriname represents that. We were looking for connectivity. That's one reason I'm here. We're looking for Suriname Airways to fly from between Jamaica, Georgetown, Suriname, and even down onto Brazil. The president was extremely gracious to host us, give us an outline of what's going on here, the prospects and opportunities he's offering to Jamaican businessmen and women to come here and farm the land, make companies here, lease the land, buy the land, register a Jamaican company here that once we're registered with the Chamber of Commerce, in Suriname, we are a local content company. So there are benefits here. So I'm coming back, well, this is my first visit, coming back with big business people, lots of business people to say Suriname is a place you should be looking at to invest. He's outlined the prospects. Like us, Suriname has had its challenges. Those are things we can work on as well. So I'm looking forward to take up the invitation of President Ramdin, rather President Santokki, and Foreign Minister Ramdin, who before in meeting us extended the same invitation. And the hospitality and graciousness extended to myself, my government team, and the business people who are with me is unquestionably outstanding. So we're happy to be here. My business people are over the moon at the reception and the business partnership they're making, and we're happy to have been here to meet with President Santokki today and earlier today, Foreign Minister Ramdin. The areas we looked at, of course, as I said, connectivity, but even the way we do government. We've gone through an IMF program and we've come through with fair success. We have some ideas as to how we have come through this because we went through the same similar kind of pain. And so if we can help,
in that area that we want area, but there's another area of, you look at the certification of labs, for instance. You're becoming a bigger and bigger food producer. To export that food into markets that have their own regulations, you have to have internationally recognized accreditation. JANA, the Jamaica National Agency for Accreditation, has FDA authorization to accredit, and two other international organizations to accredit. So we're working with your labs here to accredit them, as we have done with so many labs in Guyana. We have done one in Suriname. We met with Minister of Agriculture this morning, and we're going to make sure we accredit a lot more labs so that you're ready for the international market, and Jamaica is there to work with you. JANAC already has and does business with 11 CARICOM countries, and we're looking to expand what we do in Suriname more extensively to make sure you're ready for the international markets. Op vrijdag 17 mei is op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking de aftrap gedaan van een reeks activiteiten die gepland zijn in het kader van de herdenking van de 45ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Cuba. Ambassadeur Rodriguez Pinelo van Cuba wees op het belang van beide regeringen en volkeren om te blijven werken aan het versterken van wederzijds voordelige economische betrekkingen. First of all, we are very honored to have this event starting at here at the Ministry of Foreign Affairs of Suriname, starting the celebrations of the 45th anniversary of diplomatic relations between our two countries. Looking back in time, as Minister Randwin just said a few minutes ago, relations didn't start 45 years ago, it started a long time ago. Inhabitants of Cuba came from this region of South America, especially the Amerindians, were the first who were the first people to habitat Cuba. So the relations goes back to that time. But anyway, in the recent history, we've had a lot of collaboration between the two countries. A friendly relation, a relation of mutual understanding, and especially cooperation for the benefits of both our peoples. I think we have done so many projects between Cuba and Suriname in the past, in the medical field, in the eye treatment. Operation Milagro was a big success here in Suriname. We've had our physicians and nurses here in Suriname also, but Suriname has also been present in Cuba. We had in 2014 the presence of a big cultural delegation in the Fire Festival of Santiago de Cuba, and it was a big success. So we hope to see that type of collaborations in the near future. Definitely. No, the highlight of those activities was the visit by President Santokhi to Havana, and also Minister Ramding was accompanying to the G77 summit. That was a huge event. President Santokhi and my President Díaz-Canel, they had the chance to meet and relate, but also they had the opportunity to meet also afterwards last year in the CELAC summit in St. Vincent and the Grenadines. Recently, we participated in the ACS ministerial conference here in Suriname. A deputy minister of foreign affairs from Cuba came. So I think that's a lot of exchanges and going on. But the main are going to happen by the end of the month when we celebrate on the 31st of May, because we are bringing two Cuban artists to Suriname to visit and to exchange with the public here in Suriname. So it's going to be the highlight of the event. I think the biggest challenge is overcome, which is connectivity. We have flights to three cities in Cuba, so that's very excellent. That's promoting a lot of people-to-people contact. Nowadays, we just have to put our hands on the work and do the talk, because we have a lot of things that we have planned, and we need to do them. I mean, there's a lot of demand here in Suriname of Cuban products.
but also in Cuba, we also need things from Suriname. So we are in the midst of organizing exchanges with businessmen and also entrepreneurs in order to see what can come out of that relation. I think the main thing is the people-to-people contact between our two countries. This is very essential. It's very it's a historical event that's been going on for a long time. But also in the political level, both countries are on the same page. Cuban CARICOM, they have a very good relation, very close relation of support in the international arena. We thank a lot the Surinamese government and people for supporting our cause in ending the U.S. blockade on Cuba, which is an essential thing for us. And Suriname has always been on our side on that in that issue, as also the countries of CARICOM. So I think through that area is where we can cooperate a lot. Het Flora Edutainment Festival 2024 is geopend met de première van de film Heb Hart voor Suriname. Het festival loopt van mei tot en met december 2024 en wordt georganiseerd door Stichting Pro Humaniteit. Het educatieve festival heeft als doel middels motivatiesessies, trainingen en interactieve workshops jong en oud de tools te bieden voor succes. De film werd getoond op 16 mei in de zaal van het Confucius Instituut. We zijn bekend met Flora voor we in zee gaan. Voor we met iets beginnen doen we natuurlijk altijd aan onderzoek, case studies. Er is genoeg materiaal in huis om als het ware elke week iets te presenteren. We hebben onze eigen website, Volkshogeschool Educatie Campus. En het is eigenlijk een actie via de media, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Alles wat u hier hebt gezien, sommige zijn heel lang geleden gemaakt, maar zijn nog heel actueel. Voor wij gaan plannen, voor wij gaan bepalen wat volgt, gaan wij ons eerst verstaan met de bevolking van Flora A en Flora B. Want wij zijn niet beleren, we dicteren niet. In samenspraak, ze hebben medezeggenschap. Wij beschouwen ze nu ook als lid van het Tori-collectief, die samen gaan bepalen in welke volgorde wij de verschillende producties, workshops, seminars en dergelijke zullen brengen. En in welke volgorde. Maar je mag haast elke week iets verwachten. Als het niet op de tv is, in de vorm van andere vormen van communicatie. Zang, dans, muziek, podiumkunsten, maar allemaal met een boodschap. Het onderzoek is al gedaan, maar nu in samenspraak en in welke volgorde. De berichten, de producties die we de komende week via de media zullen brengen, die zijn al gepland. Alleen moet er nog volgen in welke volgorde en wie het eerst aan de beurt komt. En het zal tijden bekend worden gemaakt via de media. Want het festival gaat voor een groot deel via de media. Via alle mediavormen. Zang, dans, toneel, via onze website, via de televisie, via YouTube, via Facebook. Er zijn allemaal deskundige mensen. We betrekken ze bij, omdat ze veel in de mars hebben. Ze weten veel. En van hun kennis willen we gebruik maken. We willen dat ze delen met de gemeenschap wat ze weten. Meestal als er een activiteit is en er wordt een persconferentie of een boodschap gestuurd naar de samenleving, dan wordt het niet inhoudelijk behandeld. U als pers bijvoorbeeld duikt niet in wat ze hebben gezegd. Bijvoorbeeld er is een seminar, dan interviewt u iemand. Maar de mensen horen wel wat ze hebben gedaan. Hoe geweldig de mensen zijn die het hebben gemaakt. Maar de inhoud van hun boodschap komt nu uit. En
Ik ben langer dan 50 jaar in de journalistiek. Ik ben uw collega. Dus ik heb dat altijd gemist. Want als verslaggever, snel nieuws, 2 minuten, 3 minuten maar. Maar dan die grote inspanning, die kennis die ze hebben, komt niet tot uiting. Het wordt niet verspreid. We brengen geen nieuws. We brengen inhoud, vorming. Het is inhoudelijk verspreiden wat al die mensen uitdragen, wat al die instituten en instanties uitdragen. Want ik als journalist ook vind dus dat. Ik heb niets aan als iemand kan vertellen, we hebben dit gedaan, ik ben meester, dokter, professor en zo. Maar wat ze hebben gedaan weten we niet. Nou, hij lijkt heel geweldig, maar zijn boodschap kregen we niet te horen. Nieuws is geen onderwijs. Nieuws brengt de mensen geen kennis bij. Het maakt mensen alleen maar populair of brengt ze naar voren. Maar bij ons gaat het om het inhoudelijke naar voren brengen voor de samenleving. En de pers doet dat niet. De pers brengt nieuws. Ja, maar de pers, de media, is een machtig kanaal om aan onderwijs te doen, boodschappen over te brengen, inhoudelijk. Niet nieuws, wat er gaat gebeuren en wat er gedaan is, maar hoe het gedaan is. Meneer Burgers is onze motivator. Hij is sportambassadeur van Suriname. Hij is de meest gedecoreerde sportster. Hij heeft 3 overheidsonderscheidingen. En hij is onze vriend al jarenlang. En daarom hebben we hem genoemd als motivator. Uiteraard, er wordt aan sport gedaan en dergelijke. En het wordt altijd gedaan in samenwerking met de Week Flora. Beste kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.